Het COVID-19-virus doet nu weer de ronde in Suriname. En wel als de griep waar velen last van hebben, bevestigt minister Amara Madin van Volksgezondheid tegenover onze redactie. Het ministerie van Volksgezondheid drukt de samenleving op het hart dat ondanks de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de COVID-19-pandemie in mei 2023 officieel voor beëindigd heeft verklaard, het niet betekent dat dit besmettelijk virus ook verdwenen is. De minister zegt dat de WHO het aan de landen wereldwijd overlaat om het COVID-19-virus zelf onder controle te krijgen. In de afgelopen periode in de hele wereld een toename gezien, dus afgelopen maand, een toename gezien van 52% in de wereld. Dat betekent dat er 850.000 nieuwe gevallen in de wereld zich hebben voorgedaan. Natuurlijk, als je dat vergelijkt met een jaar, twee jaar terug, dan zou je zeggen van het is geen dreiging. Aan de andere kant weten we dat sinds de laatste gevaarlijke variant, dat is Omicron, dat ook de besmettelijkheid misschien wel toegenomen was, maar de ernst van de ziekte was veel minder. Dus mensen worden ziek, krijgen een soort griepbeeld. Als je misschien een onderliggende ziekte hebt, word je erger ziek en heb je misschien meer evaluatie nodig, meer observatie. Maar als je ook gevaccineerd bent, beschermt het je ook veel beter. Dus we hebben niet gemerkt dat met Omicron er nieuwe golven zijn gaan ontstaan in de wereld die ernstig zijn. Dus zou de WHO in mei 2023 die pandemie ook niet afkondigen of afsluiten. Maar ik wil dus wel benadrukken dat in de wereld er wel een toename is en wij zijn deel van de wereld, dus we moeten onze ogen ook niet sluiten. Ramadin legt uit dat COVID-19 zich altijd voordeed als een griep, dus niemand moet het onderschatten. Er moet geen onrust ontstaan, maar de samenleving moet de ogen niet sluiten voor de realiteit, meende bewindsman. Dus in Suriname hebben we toename van griepgevallen, COVID-19. Mensen testen ook minder. Er zijn testmogelijkheden, sowieso bij de instellingen waar je aanmeldt als je ziek bent. Kan je testen? Er is testmateriaal, maar je moet ook willen testen. En mensen zeggen van ja, als het me niet heel ziek maakt, ga ik niet gaan testen. Dat laat je uiteraard aan degene. We hebben geen testplicht. Het is wel de artsen, de huisartsen weten hoe ze moeten handelen, hoe ze moeten uitsluiten. Maar uiteraard zijn er gelden algemene adviezen dat als je ziek bent, als je griep hebt, weet je, blijf thuis. Trek sowieso degene die ziek is, zet een masker op. En het is nooit te laat om te vaccineren. Dus dat moeten we ook mee houden. We krijgen binnenkort weer een nieuwe partij vaccins binnen van het merk Pfizer. Dat is meer uit de samenwerking met Amerika. En ik wil dus de samenleving wel erop voorbereiden van, weet je, ga wel vaccineren, want het beschermt. En het is ook de meest effectieve maatregel die je kan nemen op dit moment tegen een COVID-19 besmetting. Er is een nieuwe variant die onderzocht wordt door de verschillende medische instellingen, omdat deze zich razendsnel verspreidt, aldus minister Ramadin. Hij adviseert dat mensen met onderliggende ziekte en niet gevaccineerden erger kunnen voorkomen.